Mind PA kun je op twee manieren je voortgang bijhouden. Allereerst kun je vanaf het welkomstscherm een leerdoel selecteren. Je kunt bijvoorbeeld bij een leerdoel een cursus die je wilt gaan volgen, selecteren of zelf toevoegen. Ga je een gekozen cursus toch niet volgen, dan kun je deze weer verwijderen. Ook kun je de voortgang per leerdoel bijhouden. Geef een start- en einddatum op en licht je voortgang toe. Voeg één of meerdere bijlagen toe als bewijs van je voortgang. Een andere manier om je voortgang bij te houden is via je dashboard. Op je dashboard zie je per leerdoel in welke fase je zit. Heb je een leerdoel afgerond, dan ga je evalueren. De STAR-methode is hiervoor aanbevolen door de MBA. Heb je een leerdoel behaald, dan vink je dit aan. Het leerdoel is nu groen op je dashboard. Ook vanuit je dashboard kun je de voortgang bijhouden. Vul de data in. Geef een toelichting en voeg een bijlage toe. Is de fase afgerond, dan kleurt het bolletje op je dashboard blauw. Evalueer je het leerdoel en zet je het op behaald, dan kleurt ook dit leerdoel groen op je dashboard. Wil je de STAR-methodiek niet gebruiken, dan kun je de tekst verwijderen. Bijvoorbeeld omdat je er niet aan toegekomen bent om aan een bepaald leerdoel te werken. Dit leerdoel heb je dan ook niet behaald. Op je dashboard blijft de voortgang blauw. De open cirkels bij het onderste leerdoel geven aan dat hier niets is ingevuld. Tot slot kun je je portfolio downloaden als zipbestand.